De productiesector in Koroni moet worden gestimuleerd. Dit zegt waarnemend districtscommissaris van Koroni, Mike Nerkust. Tijdens de tweedaagse wandelmars in het Kokosdistrict afgelopen weekend is daarom een productiemarkt opgezet waar bezoekers terecht konden voor diverse producten uit de agrarische sector. Er werden vooral producten uit de kokosindustrie en de bijenteelt verkocht. De tentoonstelling van deze producten is volgens Nerkust de eerste stap om het district wederom op de kaart te plaatsen. Iedereen weet dat van oudsher dat Koroni het vruchtbaarste district is in heel Suriname. Toch? Maar alleen komt het nog niet tot volwassenheid. Dat is zo moeten dan kijken, de enkele mensen die dan bezig zijn, om die dan ook een push te geven, zodat men kan zien wat er allemaal kan komen en kan gebeuren in Koroni. Toch? Ik heb wel het gevoel dat ooit eens plotseling Koroni een hele grote boom gaat maken. Toch? Wanneer weet ik niet, toch? Maar het komt wel, omdat op een gegeven moment gaat men ook tot de ontdekking komen dat door wat extra meer handen in de grond te zetten, je een beter broodje kan verdienen en dan de ontwikkeling van jezelf en je gemeenschap kan optrekken. De burgervader is van mening dat de aanplant van kokosbomen op korte termijn uitgebreid moet worden. Een van de projecten. Dus we kijken hoe we dat kunnen doen om een aantal mensen te vinden die bereid zijn toch, daaraan mee te werken. Toch? En in tijd, dus laten we zeggen als je dan begint met 5 tot 6 jaar, moet je dan de voordelen ervan kunnen zien. Toch? Dus het is een proces. Toch? Er waren al zoveel, maar de bomen die er nu zijn, zijn eigenlijk aan het uitsterven. Dus er moet een nieuwe grote aanplant komen, maar het moet dan ook gestructureerd komen. Toch, zodat de hele samenleving er beter van wordt. Dat was waarnemend districtscommissaris van Koroni, Mike Nerkust, over de eendaagse productiemarkt tijdens de wandelmars afgelopen weekend. De productiemarkt is de eerste stap om de potentie van het district te verhogen.